Een dag die ook geschiedenis gaat schrijven. Het is vandaag de Utrechtse Ondernemersdag. Hier verkopen, begin bij jezelf. Verkoop jezelf. Verkoop je bedrijf. Verkoop je producten en je diensten. En daarom sta je nu op de circus. We staan hier op de Utrechtse Ondernemersdag met Joost Derksen. Je vertelde, je hebt meerdere bedrijfjes op dit moment. Wat is jouw doel hier vandaag op de Utrechtse Ondernemersdag? Mijn doel vandaag is tweeledig. Enerzijds willen we volgend jaar fors gaan groeien. Dat betekent dat ik op zoek ben naar nieuwe samenwerkingspartners. En dat is op zich een vak apart, om goede professionals te vinden die kwaliteit leveren. Anderzijds ben ik hier voor klanten die graag nieuwe contacten willen aanboren. En dat past een beetje in ons ziel, want we hebben een acquisitiebureau. Nou, met name hier in de regio Utrecht. Met name in de regio Utrecht inderdaad. We werken weliswaar landelijk, maar we hebben ons bedrijf opgesplitst in een aantal regio's. En Utrecht kan voor ons een groeimarkt worden. En je zei net al, ja, vandaag is een mooie dag ook om kennis te delen. Op welk gebied wil jij je kennis gaan delen vandaag? Ik zou graag mijn kennis willen delen door ondernemers op te roepen door nu eens de hulpvraag te stellen. Wij komen dagelijks met ondernemers in contact, vaak als het al 2 voor 12 is. Maar het zou veel prettiger zijn als we veel eerder de hulpvraag stellen. En de hulpvraag is niet van, ik heb geen werk meer, dat geloof ik wel. Daar kan ik eventueel misschien vandaag en morgen een oplossing voor vinden. Maar overmorgen komen ze weer terug. Ik wil dat ze gaan nadenken over, wat is mijn bedrijfsstrategie? Hoe ga ik met mijn social media om? Hoe zorg ik dat ik weer live contact krijg met mijn klant in plaats van alleen maar via online? Hoe zorg ik dat ik op een verantwoorde manier personeel ga aannemen? Maar wat voor personeel ga ik dan aannemen? En zo kan ik nog uren doorpraten. Dat is heel breed, hè? Ondernemerschap hoor ik al. Hoe kom je aan al die kennis? Ik ben bedrijfskundig van huis uit. Ooit vanuit de studiebanken ben ik inderdaad het bedrijfsleven ingerold. Ik kwam er al heel snel achter dat ik een verhaal te vertellen had inderdaad. En dat ik me ook een ondernemer in hart en nieren ben. En ik heb heel veel veranderde trajecten gedaan voor organisaties. En met al die kennis en kunde, die heb ik gebundeld. En daar ben ik samen met een compagnon ben ik een bedrijf gestart. Alleen dat is een beetje uit de hand gelopen. Kun je eens een voorbeeld noemen van een ondernemer die je misschien geholpen hebt? We hebben meerdere ondernemers geholpen. Ik ken de vastgoedsector heel erg goed. Nou, die hebben natuurlijk enorme klappen gehad. Zo ben ik op een gegeven moment bij een afbouwbedrijf. Ben ik in het zuiden van het land terechtgekomen. Het afbouwbedrijf was van origine zijn stucadoors inderdaad. Het was onsamenhangend. Er zat geen structuur in het bedrijf. En had allerlei problemen. En wat ik vervolgens met die ondernemer samen heb gedaan. Want dat is een voorwaarde. Je moet het samen doen. De ondernemer moet zien dat hij een probleem heeft. En dat hij aan het probleem wil werken. Is dat we het grote bedrijf in 3 stukken hebben geknipt. We hebben daar 3 business units van gemaakt die nu op 3 verschillende markten werken en die nu hartstikke goed draaien op dit moment. Maar wat is de voorwaarde geweest? Hij heeft het lef gehad om in te zien dat hij het verschil zou kunnen maken als hij bereid was om daarin te investeren. En dat is wat heel veel bedrijven nog niet doen, is te lang wachten en de investeringen uitstellen. En zo kan ik er nog een aantal voorbeelden vertellen. Wat is jouw belangrijkste tip voor ondernemers wereldwijd in Nederland, moet ik zeggen? Geloof in jezelf en doe vooral de dingen met passie. Doe het niet voor het geld. Als je het goed doet, komt het geld toch wel vanzelf. Maar doe het vooral vanuit passie. Als je het vanuit passie doet, dan kan je heel oud en gezond blijven. Nou, heel erg bedankt en veel succes vandaag. Dankjewel. 2 jonge ondernemers die voor mij staan. Kun je jezelf eens voorstellen? Ik ben Peter Braakman van Doppio Espresso Nobelstraat in Utrecht. En? Ik ben Mark Lagerwaard van Crowd About Now, een crowdfunding platform. Vandaag gaan jullie een korte workshop geven over crowdfunding, een nieuwe financieringsvorm die steeds populairder wordt. Wat gaan jullie precies vertellen vandaag? Ik ga mijn ervaringen van mijn crowdfunding campagne vertellen. Dus dat is mijn onderdeel van de campagne. Ja. En wat voor campagne had je precies? Ik had voor het opzetten van de Espresso Bar heb ik gebruik gemaakt voor crowdfunding. En daar mag ik zo meteen een verhaal vertellen.
Ja. Hoeveel heb je binnen kunnen halen? Binnen hoeveel dagen? 37.500 euro. Binnen 6 weken ongeveer. Ja. Nou, een mooi succes dus van crowdfunding. Wat is jouw deel zometeen? Ik ga ondernemers proberen te inspireren met een verhaal over crowdfunding in het algemeen. Dus uitleggen hoe ze het in kunnen zetten. En ook echt vertellen hoe ondernemers die wat al bestaan crowdfunding op een goede manier kunnen gebruiken. Waarom was jouw crowdfunding campagne zo succesvol, denk je? Veel energie en veel tijd in steken. Ik denk dat het belangrijkste is om het voor elkaar te krijgen. Is crowdfunding iets wat je iedere ondernemer kunt aanraden? Veel wel. Ik weet niet iedereen, maar ik denk wel heel erg veel, ja. Voor welke doelgroep is het met name geschikt? Nou, niet een bepaalde doelgroep, denk ik. Maar wel ondernemers die, zoals Peter ook vertelt, bereid zijn om hun netwerk in te gaan. Mensen mee te nemen en mee te nemen in hun verhaal. En als je dat kan doen en dat leuk vindt, dan ben je geschikt voor crowdfunding, denk ik. Nou, heel erg bedankt en succes met de workshop zometeen. Dankjewel. We staan hier op de Utrechtse Ondernemersdag met 2 ondernemers hier op bezoek. Misschien kun je kort even jezelf voorstellen wat voor bedrijf je hebt. Michiel van Ieperenburg, ik zit in het vastgoed. Mijn bedrijf heet Ivema Beheer. We zijn gevestigd in Maarsen. We zijn actief in Overvecht, Utrecht, Veenendaal, dus eigenlijk de hele regio. En we houden ons bezig met de transformatie van oude gebouwen om ze weer een nieuw jasje te geven en een nieuwe bestemming. Mijn naam is Theo Hansen, ik zit in de mobiliteit, verhuurleasing, ook onderhoud. Wij zitten op de Koningsweg, een zeer mooi bedrijf, tegen het centrum aan. En ja, we zijn een heel oud bedrijf, maar we willen wel vernieuwen, met de tijd meegaan. Hoe lang bestaat het bedrijf al? Het bestaat al meer dan 75 jaar. Ja, en ik ben er sinds 2008 mee verbonden. En hier aanwezig op de Utrechtse Ondernemersdag, waarom ben je hier vandaag? Om toch weer te kijken wat vernieuwingen en weer nieuwe connecties aan te knopen. Om te kijken of je toch weer verder kan en een goede stap vooruit te maken. En vandaag al dingen gehoord dat je denkt van nou, daar kunnen we echt iets mee? Nou ja, we hadden net even contact met de gemeente, de dames. En dan zie je toch dat het netwerken, daarvoor is zo'n dag als vandaag wel heel belangrijk is. Hè? De juiste personen ontmoet en daar toch... een keertje contact mee zoekt en daar kan je wel mee schakelen. Ja. Is dat iets waar je veel waarde aan hecht, netwerken? Of denk je van, nou, ik wil allereerst met mijn bedrijf bezig zijn, dat netwerken, dat doe ik heel af en toe. Of hoe vaak doe je het eigenlijk? Ik doe het regelmatig en daar komt wel een hoop vanaf. Het is toch een andere omgeving waar je mensen ontmoet. Om het genot van een drankje is er wat een ontspannende sfeer. En dan kan je toch over andere dingen praten. Dat het niet meer zo formeel is als op een kantoor in Utrecht. Dus het heeft wel meerwaarde. Heeft de hardwerkende ondernemer daar tijd voor dan? Daar moet je tijd voor maken, vind ik. Ja, je komt even los van de sleur, van de dagelijkse werkzaamheden. En ik denk dat dit de momenten zijn dat je je netwerkje kan verbreden. En ook de gunsten van je bedrijf kan gebruiken. We zien dat veel bedrijven de crisis amper hebben overleefd, maar nu weer gaan groeien. Hoe is dat bij jullie? We groeien wel, maar de prijzen zijn wel onder druk. In slechte tijden heb je ook altijd kansen en die moet je benutten. Je moet anders gaan denken. En dat is het, dat is de win-win situatie. Je moet niet blijven zitten in het oude stramien van vroeger, van voor 2008, want dan gaat het niet goed. Wat zou jij ondernemers willen aanraden die dit kijken? Ja, dat verschilt per branche natuurlijk. Maar ik denk als je met passie, met geloof in jezelf meegaan. Eigenlijk heel simpel doen waar je goed in bent. En dan denk ik dat je er wel doorheen komt. Ja. Nou, laten we die positieve boodschap vasthouden. Veel succes hier vandaag en bedankt voor het interview. En wat kunnen jullie precies betekenen voor ondernemers? Onze slogan is Muntstad, uw partner in mobiliteit. Dat klinkt mooi, maar dat kunnen wij ook bieden. Wij bieden personenauto's met alle pontmerken die we in huis hebben. Volkswagen, Skoda, Seat, Audi en Volkswagen bedrijfsauto's. Dus eigenlijk kort gezegd voor ieder wat wils. Die verkopen wij, die financieren wij, maar die doen wij ook verhuren van een dag, shortlease tot een full operational lease contract. En dat noemen wij dan Muntstad Autolease. En kort gezegd is dat uw partner in mobiliteit.
Wat is op dit moment bezig qua mobiliteit voor de MKB'er? Wat is op dit moment een issue? Issue is flexibiliteit. De markt vraagt in alle vormen van flexibel auto's inzetten. Wat ik net al zei, een dagverhuur, geen probleem. Een maandverhuur, proeftijden invullen voor nieuwe medewerkers. Een maand, twee maanden, jaarcontract kunnen wij invullen met een flexible lease constructie. Dan kun je de auto kosteloos na een jaar weer inleveren. Blijf je rijden, ga je minder betalen. Blijf je nog wel een jaar rijden, ga je weer minder betalen. Tot uiteindelijk 48 maanden contract. En dat is een vrij nieuw product, wat we in eigen beheer doen. Flexibel naar de ondernemer toe. Geen risico bij de ondernemer. En daar proberen wij ook de ondernemer in te ondersteunen. En dat is ook weer dat stukje partner in mobiliteit. Meedenken met de klant en uiteindelijk ook ontzorgen. Pas goed bij deze tijd van bedrijven die snel groeien of misschien juist snel moeten inkrimpen. We zien alweer wat positieve dingen gebeuren. Qua economie, is dat bij jullie ook al zichtbaar? Zeker. Wat je aangeeft, krimpen en groeien, in beide gevallen heb je mobiliteit nodig. Wat ik net al aangaf, we proberen mee te denken, te ontzorgen. Langzaam zie je wel dat de markt weer wat aantrekt. Er wordt wat nieuw personeel al her en der aangenomen. Je ziet het ook met totaal wat er in wagenparken gebeurt. De afgelopen jaren was het krimpen. Er gaat nu langzaam weer wat groeien. Daar profiteren wij ook van. Het enige is dat het bij heel veel bedrijven toch wel op flexibele basis moet. Omdat bedrijven een beetje voorzichtig nog zijn. Maar geen probleem, dat vullen wij in. We zitten vandaag in een prachtige Amerikaanse schoolbus hier op de Utrechtse Ondernemersdag. We hebben het genoegen met John van der Hoorn van Streamline. Jij bent bouwer van deze bus en jij probeert ondernemers zo'n geweldige bus ook te laten aanschaffen. Of een caravan. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Tuurlijk, met alle plezier. Ik zal naar je toe komen. We bouwen ze niet alleen, deze bussen, want die zijn al gebouwd in Amerika. Wij importeren ze. We verbouwen ze dan. En heel veel klanten willen hem voor promotiedoeleinden gebruiken. Dus we zetten daar keukens in, we bouwen daar tafels in, we zetten er vergaderruimtes in. Hier een voorbeeld van een club was Radio M, Radio Utrecht, waar het zelfs radio-uitzendingen zijn verzorgd vanuit de bus. Ja. Maar wil je erin gaan koken, moet het een kookbus worden, allemaal prima. En moet het een MKB-bus worden, zoals jullie weten, ook geen enkel probleem. Dus we importeren ze en we verbouwen ze. En in eerste instantie worden ze verhuurd voor promotie. Maar heel vaak worden klanten zo enthousiast dat ze zeggen, hey, die willen we zelf hebben en dan wordt die verkocht. En dan gaan wij weer op pad voor een nieuwe. Is het MKB dan de juiste doelgroep? Zijn dat degenen die zo'n bus aanschaffen? Hoe zie jij dat in de praktijk? Aanschaffen niet, maar verhuren wel. Ik had vanmorgen een trainingsbureau hier binnen. Hij zegt, kan ik hem ook per dag of per week huren? Nou, is ook mogelijk. Wat hij wilde doen is de klanten niet op een locatie als bij Van der Valk of een andere groot hotelier uitnodigen, maar op een andere locatie gaan staan. Lees een golfbaan of aan een mooi meer of iets wat een uitzicht geeft. Dus je kan overal uit die bus naar buiten kijken. Daar de mensen inviteren. We passen de bus aan als een vergaderruimte. We hebben alle middelen, alle media aan boord om er een succes van te maken. En hij vond het een hartstikke leuk idee en hij gaat daar zeker wat mee doen. Je noemde net al een voorbeeldje. Wat zijn voor jou echt, nou dat zijn de meest aansprekende voorbeelden. Misschien kun je die nog noemen. Wat een heel leuk voorbeeld is, als antwoord op de vraag van heb je iets leuks gedacht, is een Airstream, een caravan, de All You Need Is Love caravan, die we ook gemaakt hebben. Die staat momenteel in Madrid op een hele grote tentoonstelling. En daar zit de gouverneur van Mexico met zijn gevolg in en die is daar aan het koken. Toevallig zijn we het weekend wezen kijken en een grote Mexicaans feest is het. Ze staan buiten, staan ze te dansen. Er ligt een groene vloer buiten. Er wordt Mexicaans gekookt en gegeten. En het leuke van deze trip voor ons is dat we daarna met dezezelfde wagen, met een grote GMC open pick-up truck, doorrijden naar Sint-Petersburg. Dus zowel voor ons als voor de chauffeurs. Dus ook een stukje succes in het buitenland. En dat allemaal vanuit Lopik opgezet. Ja, dat is wel leuk. Hoe krijg je dat dan voor elkaar, zo'n internationale bekendheid, dat ze bij jullie terecht zijn gekomen? Het heeft te maken met internetmarketing, waar we ook goed in zijn. En eigenlijk is de bus een onderdeel van eigenlijk totale mediacampagnes. En ook internet. We zijn nu bezig met een heel groot bedrijf, ik zal de naam nog niet noemen.
Maar die wil heel veel in de installatiebranche gaan doen. Die wil een wedstrijd gaan organiseren van wie kan het snelst een bepaalde stopcontact of verdeeldoos ergens in schroeven. Gaan we in deze bus gaan we dus een aantal plafonds maken waarin dus geschroefd wordt. En dan via apps en media's gaan we allerlei opbouwplaatsen, monteurs uitnodigen mee te doen. En die blijven werpen en die kan een reis winnen naar Dubai het eind van het jaar of een grote gereedschapskist wat zij leuk vinden. Ja, dus de totale campagnes met inzet van bus, media, nieuwe ideeën, dat is waar we goed in zijn. Net even wat anders dan een traditioneel reclamebureau. Dat is nog eens een marketingmix. Nou, heel erg bedankt voor dit interview en veel succes met de verkoop en het stimuleren van ondernemerschap ook. Dankjewel.